Sommige nieuwkomers leren Nederlands terwijl ze niet of amper kunnen lezen of schrijven. Maar hoe kan je de woorden van buiten leren zoals wij vroeger op school deden met Franse of Engelse woorden? En bovendien, hoe vinden ze hun weg in onze complexe samenleving waar het geschreven woord alomtegenwoordig is? We gaan te raden bij Jan Verhagen. Jan Verhagen is ambassadeur voor laaggeletterdheid. Hij toont aan met zijn persoonlijk verhaal dat niet enkel anderstaligen problemen kunnen hebben met de taal. Het probleem van laaggeletterdheid is dat je alles wat op je afkomt qua taal is een probleem. Als er een brief in de bus komt, je factuur krijgt en zo meer, begin je daar overal over te twijfelen. Mijn situatie was vooral dat mijn partner al die zaken deed. En daarvoor mijn moeder, zeg maar. Maar zelf was ik daar niet in staat. We spreken eigenlijk de laatste jaren over geletterdheid, laaggeletterdheid. En dan gaat het eigenlijk over niet met informatie kunnen omgaan. Dus eigenlijk mensen vinden vaak informatie niet, begrijpen ze niet, weten niet wat ze er moeten mee aanvangen. Soms als ze iets zouden moeten schrijven, lukt dat niet zo goed. Maar het zou even goed kunnen gaan over wiskunde, hè? Rekenen, hè? Een factuur, wisselgeld, zo die dingen. Dus eigenlijk alle vormen van informatie. Die periode dat ik er dus eigenlijk te volle in zat, dan voel ik wel dat je je uitgesloten voelt. En dat is wel een heel groot probleem dat je niet kunt integreren. Je spreekt me vaak van anderstaligen die het moeilijk hebben om te integreren. Maar als je moeite hebt met taal, heb je moeite met communiceren. En communiceren is een zaak van vallen op opstaan. Procent, 1 op 7, zo, heeft er echt heel veel problemen mee. Maar als je dan erbij rekent, mensen die in gevaar zijn op het moment dat ze er bijvoorbeeld alleen voor komen staan, dat er in hun situatie iets verandert, dat er veel nieuwe dingen op hen afkomen, dan rekent men meer dan 40%. Het eispakket is vaak zo groot dat als je met zorgen zit van thuis, door, in mijn geval was dat ook een groot gezin, en zo meer in armoede, waardoor je als kind dan zorgen maakt, dan komt op school, dan kun je niet maximum concentreren op het schoolgebeuren, dan komt de achterstand. En je wordt dan daar ook verkeerd in begrepen. En als kind krijg je het zo met de paplepel mee dat je minder bent dan anderen. Ik ben daar bij open school bij Leerpunt terechtgekomen. En wat dat er het eerst vooral opviel, dat ik in een milieu terechtkwam, wat dat er veel vertrouwen was. En dat vertrouwen kan ik heel mooi omschrijven. Het zijn allemaal mensen die geen vooroordeel hebben. Maar dat er echt geen racisme is. Wat er echt niet wordt gekeken wie of wat je bent. Je bent als persoon volwaardig iemand. En de kennisoverdracht komt op de tweede plaats. U als eerste persoon. En dat geeft alle vertrouwen. En dat is ook wel belangrijk. Door het feit dat de maatschappij zo vijandig is, zit echt geblokkeerd. En door die blokkade kun je heel moeilijk leerstof opnemen. En als dat moeilijk gaat, bevestig je zelf, ik ben dom, het klopt. Maar als je dan uitgroeit en je merkt dat het daar niet aan ligt, maar dat het vaak ligt aan te weinig kansen gekregen hebt. Maar als je dan die kans krijgt en je neemt en kom je in een milieu waar je vertrouwen voelt, dan kan je ontspannen en dan kun je de leerstof wel opnemen. En dan verandert er wel iets. Een metamorfose, een totaal gedaanteverandering bijna in mijn denken, in mijn voelen, in mijn handen. Alles is bijna veranderd. Gewoon omdat eerst vooral die schaamte weg is. Meestal ook door die vaardigheden aan te kunnen. Als er nu een brief binnenkomt, ik ben er niet meer bang voor. Als er nu een mail binnenkomt, ik kan dat beantwoorden. In mijn functie ook. Ik heb nu een functie waar dat belangrijk is dat ik kan schrijven. Ik ben gemeenschapswaard vaststeller. Dus ja, ik moet
tal van zaken vaststellen en verslagen van schrijven. Dus dat is wel heel belangrijk dat ze vroeger zeker niet aangekund hebben. Vroeger, door die armoede en die laaggeletterdheid, had ik het gevoel dat ik een deel van mijn bestaansrecht had moeten afgeven. En nu voel ik dat ik mijn bestaansrecht te vol kan van genieten. Mijn droom is dat we veel meer in wat wij dan noemen duidelijke taal zouden communiceren. Waarom veel moeilijke woorden? Waarom ingewikkelde zinnen? Waarom niet gewoon zeggen waar het op staat? Hè? Informatie heel duidelijk geven, zowel geschreven als mondeling. Dan gaat niemand afhaken, dan verstaan mensen tenminste wat ze moeten doen. Moeten ze niet overal informatie gaan vragen, hoeven ze zich niet de mindere te voelen. Als je problemen hebt met taal, denk vooral niet dat het je eigen schuld is. Taal is moeilijk en de eisen daaromtrent, de spelling en zo verder, is niet gemakkelijk. Ik denk dat we gewoon moeten zuiver, duidelijk communiceren, positief naar elkaar. Vroeger was de taal gesloten en nu is taal een open venster op de wereld. Dat maakt het verschil.